De regering Bouterse Adien zal het Surinaamse volk een schuld van 20 miljard Surinaamse dollars achterlaten. Dat is de conclusie van NPS-voorzitter Gregory Rusland. Deze schuldenlast is volgens hem het gevolg van een destructief beleid van de regering dat zeker 10 jaren heeft aangehouden. De politicus meent dat het volk nu in het verkiezingsjaar moet beslissen of ze op deze manier verder zal gaan of een handje bij zal dragen om een ommekeer te brengen in de Surinaamse economie. Een van de eerste acties van de NPS, indien ze aan de macht komt, zal dan ook zijn de economie weer op koers te brengen, zegt Rusland. In die jaren 2011 tot 2013 heeft men veel meer geld gehad dan die ontwikkelingshulp die 35 jaar hebben gebruikt. En men heeft dus een groot feest gevierd, waardoor iedereen dacht van het is een feeststemming. Asane Gobung, waarom moeten we een andere regering hebben? Dus wij wisten waar wij tegenaan keken. De kunst is om na 2015 te kijken, toen men na de verkiezing ons kan vertellen van Jerenne of Vira feest, maar het geld is op en jullie gaan ervoor moeten opdraaien. Toen begonnen de leningen. En nu heeft men leningen genomen, nu zijn we al boven de 20 miljard. SRD, dat is een gigantisch bedrag voor onze kleine samenleving. Wat de regering nu heeft genomen. En dat rust allemaal op die samenleving. En we hebben ook gemerkt wat de effecten zijn van het beleid van de huidige regering. 10 jaar. En ik denk dat op basis daarvan we wel kan weten van, die stok kan we zo door. Als u zegt, 2010 heeft men een keuze gemaakt. Inderdaad, de NPS heeft misschien een beleid gevoerd waarbij vooral de visie was van moeten letten op het nationaal plan. Het nationaal belang. En natuurlijk geen populistisch beleid voeren. Vrijwel alle partijen hebben hun ambities over het aantal zetels waarvoor ze gaan bekendgemaakt. De NPS vindt deze voorspellingen niet reëel. Daarom praat voorzitter Rusland ook niet over hoeveel zetels de partij denkt te bemachtigen. Wij gaan geen aantallen noemen. We weten dat een aantal partijen een heleboel aantallen noemen. Intussen zijn we volgens mij al de 100 zetels gepasseerd. Als iedereen zijn zetels krijgt, wij gaan ervoor om een positie in te nemen waarbij wij in de volgende regering kunnen participeren, maar dan op zodanige manier dat we wel een stem in te brokkelen hebben. Niet een positie waarbij we met een paar zetels komen en dan zit je erbij om te zitten. Dat willen we niet. Wanneer we in die regering zitten en wij natuurlijk meedoen, moeten we ook die positie hebben om ook de koers van het beleid, de richting waarin het land uitgaat, mede te helpen bepalen. We pretenderen niet dat we het alleen gaan kunnen doen of alleen willen doen. We gaan het met z'n allen moeten doen. Vooral die problemen die nu gecreëerd zijn door die huidige regering. Daarvoor zul je bijna iedere Surinamer nodig hebben om de schouders onder het werk te zetten, zodat we uit die problemen komen. En wij zeggen van, wij staan open voor iedereen. Ook voor de NDP'ers met het hart op de juiste plek die hun bijdrage wensen te leveren. Ook voor die mensen moet er ruimte zijn om hun bijdrage te leveren, om Suriname te brengen naar de plaats waar wij als Surinamers dat verdienen. Tot zover NPS-voorzitter Gregory Rusland, met wie we spraken over de voorbereidingen van zijn partij naar de verkiezingen van 25 mei toe.